In deze les gaan jullie een scène illustreren. Een illustrator verbeeldt de tekst. Je kent het vooral uit prentenboeken of graphic novels en stripverhalen. Een illustrator gaat het verhaal dat de schrijver schreef verbeelden in prenten. Maar een goede illustrator gaat niet zomaar letterlijk tekenen wat er al in de tekst staat. Hij probeert een laag toe te voegen. Hij gaat kleine extra details in de tekening steken die niet geschreven staan, en ook heel erg sfeer scheppen. En die sfeer is heel erg belangrijk. Door de juiste sfeer in een tekening kan de hele tekst tot leven komen. In de foto's van de illustraties die jullie net zagen, zagen jullie goede voorbeelden van sfeer in tekeningen. De scène die jullie gaan illustreren, ga je niet helemaal zelf verzinnen. Je gaat via de link naar de scènegenerator en klikt op Generate. Via die knop krijg je 3 termen en met die 3 termen ga je aan de slag. De woorden zijn in het Engels, maar je kan ze eventjes vertalen via Google Translate als het nodig is. Je mag een tijdje bladeren door de opties tot je er eentje vindt waar je mee wil werken. Denk na over hoe je de 3 termen in je scène gaat verwerken. Maak eerst een schets en daarna ga je een potlood de opzet maken op papier. Als je potlood opzet klaar is, ga je de tekening uitwerken. De techniek waarin je werkt staat vrij. Je mag zelf kiezen welke techniek je het liefst gebruikt. Maar denk eens na over welke techniek past bij je scène. Ik vond dat bij mijn scène wel een mysterieuze sfeer zou passen. Daarom koos ik ervoor om in inkt te werken. Met de grijze tinten kan je een hele goede mysterieuze sfeer scheppen. Maar als je net een heel vrolijke scène hebt, zou het misschien een goed idee zijn om in kleurpotlood of in pastel of acrylverf te werken bijvoorbeeld.
Als alles op je blad staat en je bent tevreden van de sfeer die je tekening heeft, ben je klaar. Stuur de resultaten zeker door. En veel plezier!